Hallo mensen van Banyan Town. Je kijkt weer naar een top 5 en ik heb er zin in. We gaan door naar het intro. Ja. Het is weer een lekkere week geweest met Banyan Town Movies en ik heb er gewoon veel zin in om deze top 5 te presenteren. En ik ben benieuwd, wat hebben jullie in deze hele week gedaan? Ik neem aan dat jullie wel naar alle video's hebben gekeken van Banyan Town. Nou, dan weet je zeker dat er een top 5 aankomt. De nummer 5 gaat naar Jordi en Rick, die weer het zombiespel spelen 7 Days to Die. En ja, ze komen altijd in de nesten, maar ja, die zombies blijven spawnen. Het is gewoon chaos, kijk maar even mee. Ik dacht dus een keer slim te zijn. Ik loop over de ijzeren reling van de brug, weet je. Dat stort vast niet in. Jordi, je weet dat goede idee altijd beginnen met kom, we halen de iron door uit de boerderij. Oh ja, dat vind ik zeker een goed idee. Maar je kan het beste met een shotgun doen. Ja, ik ben ervaren hierin, ik weet hoe dit moet. Ja, precies. Hij stort nog niet in. Volgens mij als je die tweede weghaalt, dan kijk op. Op de nummer 4 eindigt Yuri. En Yuri gaat allerlei interviews afleggen op de First Look event waar we naartoe zijn geweest met Banyan Town. Ja, en wat hij gaat doen op First Look, ik geloof dat hij op zoek gaat naar indie games. Nou, kijk gewoon even zelf. Maar ik was in het begin de verkeerde kant op gelopen, dus nu moet ik een beetje een inhaalslagje doen. Oké, want het ziet er een beetje uit als een RTS. Is het ook, speelt het ook een beetje als een RTS, als de ja, gebruikelijke RTS? Het is een beetje een mix tussen een real-time strategy game, maar het heeft een beetje weg van Civilization bijvoorbeeld. En Rick heeft de nummer 3 gepakt, met zijn hele vreemde soort indie game Broekplassen voor het Vaderland. En je speelt een poppetje, het is allemaal heel vreemd, het zag heel raar uit allemaal, kijk maar gewoon even mee. Oh, mijn microfoon valt ineens tegen mijn borstje aan, tegen mijn borsten, mijn ferme boezem. Oké, dan, ik heb hier geen zin meer in. Ik raad jullie allemaal aan deze game te downloaden, hij is gratis te downloaden, dus hoe heet hij ook weer? Wat, ik ga zoeken voor jullie. Hij heet Welcome to the Mansion. Nou ja, oh kijk eens aan. Kijk eens aan jongens, watertje. Ik weet nog steeds niet wat ik naar me kan, maar hartstikke leuk. Dat is vast, misschien is het wel een puntenindicatie hoor. Het zou gewoon kunnen, het zijn Minecraft survival maps en jump maps. Dan hoe meer shit je vindt, hoe meer punten je hebt joh. Oké, interessant. Nou, op de nummer 2 staat natuurlijk een te verwachten video. Jurkjesdag. Kijk even mee. Kun je eigenlijk wel gooien? Gooi met wat? Ergens mee. Ben je goed in gooien? Moet ik? Vincent, ik gooi jou in de fontein zo. Vincent in de fontein. Sterker nog, Rick, je hebt een jurk gedragen. Hoe voelt dat? Ja, van Rick's avontuur, hè, in de thriftshop. Ja, het was nogal ongemakkelijk, want ik kreeg het ding half niet aan. En het was verschrikkelijk warm. Ik zat helemaal onder het zweet. Dus ja, ik heb een half bezweten jurk teruggehangen daar. Ik heb ook wel zo'n rokje aangedragen en met een topje. Echt waar? Zit heerlijk. Ja, ik heb... Oh man, dit is de gay vraagje vrijdag, maar... Natuurlijk is er iets gebeurd deze week. Iets aparts. Iets wat de geschiedenis aantast. Iets wat we in de historie kunnen schrijven. Iets ongeloofwaardigs. Iets unieks. De nummer 1, die vertelt het allemaal, dames en heren. Even de tromgeroffel, net als elke week. Och, heerlijk. Ik denk dat ik gewoon even 20 seconden hier naar ga luisteren. Nee, het is geworden 100.000 abonnees speciale video. Kijk even mee. Yo, what up? Gasten, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Want wij hebben de 100.000 abonnees gehaald op Banyan Town. Oké, bedankt voor het kijken. Doei. Later. Doei. Isengard. Waar is mijn deel? Bij deze video was ik helaas niet erbij, maar bij de speciale video die eraan gaat komen, speel ik een rolletje mee. Ik ga er niks van verklappen, jullie moeten gewoon het kanaal blijven kijken, want die video komt op een gegeven moment online. Ik ga ook geen datum prikken. Nee, doe ik gewoon niet. Jullie moeten gewoon het kanaal in de gaten houden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar de top 5. Volgende week zijn we terug en kijk even onderin in de beschrijving, want daar zie je namelijk de linkjes van de filmpjes als je ze wilt terugzien. Ik wens jullie maar een hele fijne zondag toe. En dat jullie geen stoute dingetjes moeten... Ik wens jullie een fijne zondag toe en dat jullie maar lekker mogen genieten en in je nest mogen blijven liggen stinken en gewoon helemaal niks uitvoeren, want morgen moet je weer naar school. Dan kan je weer een zware rugzak gaan tillen. En je kan weer boeken gaan slepen dus. En je moet weer luisteren naar leraren. En dan over 10 jaar ben je toch weer vergeten. Nou goed, tot volgende week dan maar.
Spanje!